De mythe dat salarisverhogingen voor ambtenaren leiden tot inflatie moet uit de wereld geholpen worden. Dit zegt Armand Sunder, woordvoerder van de Raad van Vakcentrale Suriname, RAVAXUR. Sunder stelt dat de steeds stijgende inflatie te wijten is aan andere factoren. De mythe is dus dat aanpassingen van de lonen in de huidige Surinaamse economie inflatie veroorzaken. Dat klopt helemaal niet. Wat heeft namelijk de inflatie veroorzaakt die we nu kennen? Dat zijn de rigoureuze devaluaties van de Surinaamse munt in de eerste plaats en in de tweede plaats het doorrekenen van de kosten en met name de belastingen en de overige lastenverzwarende uitgaven van het bedrijfsleven. Die zijn doorgerekend in de prijzen en daardoor is in eerste instantie de inflatie ontstaan. Wat de werknemers hebben zich steeds gematigd. Het is nog niet voorgekomen de afgelopen 3 jaren dat de looneisen boven de inflatie zijn gesteld. Dus dat wil zeggen dat er reële lonen zijn uitgekeerd. De vakbeweging heeft zich steeds gematigd. En nu is het zo dus dat de huidige prijsverhogingen die zijn niet meer te verteren. En onlangs heeft de regering een nieuw minimumuurloon vastgesteld van 38,50 SRD. Sunder vindt dit een positieve ontwikkeling. Hij stelt echter dat dit bij lange na niet voldoende is voor arbeiders om in hun levensbehoeften te kunnen voorzien. We hebben namelijk een importeconomie. Bijna alles komt uit het buitenland. En zeker alle gebruiksgoederen. En het bedrag van 6600 SRD komt neer op $200. En dat betekent dat je absoluut daarvan niet kan leven. Het is echt veel te weinig. Ik geloof dat het minimumuurloon van jeugdigen in Nederland €1500 is. Dat is natuurlijk een ander land, andere productiviteit, et cetera. Maar 200 is het is een heel groot probleem.